Ik ben Nadira Saab, hoogleraar e-didactiek bij de Universiteit Leiden en strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet. De afgelopen maanden zijn alle scholen voor het blok gezet. Opeens moest er online en afstandsonderwijs gegeven worden. Sommige scholen hadden meer ervaring met digitaal lesgeven dan andere. Maar met of zonder ervaring, voor alle leraren was de situatie nieuw en velen voelden zich weer alsof ze net voor de schoolbanken stonden. Kijkend naar allemaal zwarte schermen tijdens de les, waardoor het lijkt alsof je alleen op de wereld bent. Leerlingen die de les vanuit bed of vanaf de wc volgen. Je eigen kinderen die tijdens jouw les vragen waar hun sokken zijn. Daar heb ik zelf ervaring mee. En menig leraar heeft met weemoed teruggedacht aan de tijd waar alle leerlingen in de klas aanwezig waren. De COVID-periode is moeilijk, uitdagend en heel pittig. Aan de andere kant is ook veel ervaring opgedaan met technologie in het onderwijs. Veel leraren hebben hun digitale vaardigheden moeten aanspreken en ontwikkelen. Schoolleiders hebben hun beste beentje voorgezet om hun team te ondersteunen. En van leerlingen werd meer zelfstandigheid gevraagd. En het woord ouderparticipatie kreeg een totaal nieuwe betekenis. Ook de wetenschap besefte al snel dat dit een bijzondere tijd was. En er is heel veel onderzoek gedaan naar deze periode. Op dit moment is een aantal van deze onderzoeken gepubliceerd. Maar ik weet ook dat veel onderzoekers nog bezig zijn met het analyseren van de data en het schrijven van onderzoeksrapporten. Waaronder ikzelf. Wij hebben een literatuurzoektocht gedaan en op deze slide is te zien hoeveel onderzoeken er tot begin december 2020 zijn gepubliceerd. Nationaal en internationaal. Er zijn bijvoorbeeld 21 studies gepubliceerd over onderzoek naar leraren. Hun ervaringen, hun stressbeleving, noem maar op. De studies zijn zeer divers. En in deze presentatie zal ik met jullie een aantal eerste inzichten delen op basis van het onderzoek uitgevoerd door Kennisnet, de monitor hybride onderwijs, en een aantal publicaties uit ons literatuuronderzoek die ons aanvullende informatie geven over deze inzichten. Met behulp van deze inzichten wil ik antwoord geven op de vraag: wat kunnen we van deze periode leren? En daarnaast, waar moeten we nog aan werken? Ik zal met jullie de ervaringen en de behoeften vanuit verschillende perspectieven bespreken. Namelijk vanuit het perspectief van leraren, schoolleiding en ICT-coördinatoren, leerlingen en ouders. We beginnen met het perspectief van de leraren. De eerstvolgende resultaten komen uit de monitor hybride onderwijs. Kennisnet heeft de monitor hybride onderwijs afgelopen lente uitgezet. Een vragenlijst voor leraren en schoolleiding, leerlingen en ouders. Een bijzondere dataset dus. Voor het basisonderwijs hebben nu ongeveer 8000 mensen de vragenlijst ingevuld. En voor het voortgezet onderwijs de helft, ongeveer 4000. De resultaten van de monitor, die ik hier bespreek, hebben betrekking op het basisonderwijs. Binnenkort is er ook meer bekend over de resultaten van het voortgezet onderwijs. Maar we focussen ons dus nu op het basisonderwijs. Bij elke dia met onderzoeksresultaten wordt onderaan de dia aangegeven door wie het onderzoek is gepubliceerd. Er is aan leraren gevraagd welke onderwijsactiviteiten zij hebben uitgevoerd tijdens de periode maart-juni van dit jaar. In deze periode hebben zij zowel afstandsonderwijs verzorgd als een vorm van hybride onderwijs, stukje op school, stukje thuis. De leraren geven aan vooral de lesmethode te hebben gevolgd en de leerlingen te laten hebben geoefend met oefensoftware. En hier valt ook oefensoftware onder wat de lesmethode voorschrijft. En natuurlijk hebben sommige leraren ook andere activiteiten gedaan. Maar deze activiteiten voerden de boventoon. Ook is aan de leraren gevraagd waar zij aan de toekomst meer aandacht aan willen besteden. De leraren geven aan te willen doorgaan met wat ze deden. Dus lesmethode en oefensoftware. Maar daarnaast willen zij in de toekomst meer aandacht besteden aan feedback, formatieve evaluatie en differentiatie. Deze drie horen bij elkaar. Formatieve evaluatie vraagt om effectieve feedback en op basis van de resultaten van formatieve evaluatie kan gedifferentieerd worden. Bovendien blijkt dat zij de afgelopen periode niet veel aandacht hebben besteed aan persoonlijke vaardigheden van leerlingen, zoals studievaardigheden, probleemoplossen en samenwerken. Maar dat de leraren hier in de toekomst wel meer aandacht aan willen besteden. En dit is mooi. Van leerlingen die thuis op afstand leren wordt meer zelfstandigheid gevraagd. En de ontwikkeling van deze persoonlijke vaardigheden verdient daarom aandacht.
Omdat een gemiddelde niet iets zegt over de spreiding binnen een groep, hebben we op verschillende manieren naar de data gekeken. Een van de bevindingen van de monitor is dat er een grote diversiteit is in het handelen en de opvattingen van leraren. En daarom hebben we op basis van de variabelen uitgevoerde onderwijsactiviteiten 5 groepen leraren onderscheiden. En die zie je hier op de dia. A, B, C, D en E. Deze groepen zijn percentielgroepen. Groep A is 20% van de gehele groep die het laagst op de variabele onderwijsactiviteiten scoort. Zij geven dus aan dat zij weinig verschillende onderwijsactiviteiten doen. En groep E omvat de 20% leraren die het meest veel verschillende onderwijsactiviteiten doet. En waarbij groep C het gemiddelde is. Vervolgens hebben we gekeken wat de relatie is voor die verschillende groepen met andere variabelen. Bijvoorbeeld bij de ambitie voor de toekomst geven de leraren die nu weinig onderwijsactiviteiten doen aan meer te willen gaan doen in de toekomst. En de groep die veel en diverse onderwijsactiviteiten doet, is al wat verzadigd. En dit verschil geldt ook voor deze groepen met betrekking tot ICT-bekwaamheid. De groep die weinig onderwijsactiviteiten doet, heeft het gevoel dat ze zelf niet zo ICT-bekwaam zijn. En de groep die veel en diverse onderwijsactiviteiten doet, vindt zichzelf behoorlijk ICT-bekwaam. Als bestuur en schoolleider lijkt het daarom een goed idee om bijvoorbeeld een professionaliseringsaanbod af te stemmen op de verschillen tussen leraren. In een ander onderzoek onder 200 leraren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs, geven leraren aan wat zij positief en negatief vonden van de eerste coronaperiode. Een positief punt was bijvoorbeeld dat de methodiek achter het lesgeven herzien en heroverwogen moest worden. Een nieuwe blik was nodig. Ook was er volgens sommige leraren meer flexibiliteit en differentiatie mogelijk. Sommigen vonden zelfs dat het mogelijk was efficiënter les te geven. En er waren leraren die concludeerden dat leerlingen meer verantwoordelijkheid namen voor hun eigen werk. Natuurlijk is dit een visie van een bepaalde groep leraren. Andere mensen vonden dit waarschijnlijk juist negatief of uitdagender. De negatieve punten hebben betrekking op contact en interactie. Een aantal leraren was gedurende de eerste coronagolf wel bang voor vermindering van interactie met leerlingen. En daarnaast werd aangegeven dat afstandsonderwijs het wellicht moeilijk zou kunnen maken om de leerling te blijven monitoren. Dan nu het tweede perspectief. Het perspectief van de schoolleiding en de ICT-coördinatoren. Schoolleidingen en ICT-coördinatoren geven aan dat zij vaak ondersteuning hebben geboden aan de leraren, op verschillende manieren. Didactisch-pedagogische ondersteuning, waarbij werd meegekeken hoe leraren onderwijs gaven en daarover advies werd gegeven, werd regelmatig gegeven. Andere vormen van ondersteuning, met betrekking tot ICT-gebruik, beschikking hebben over digitale voorzieningen en leraren stimuleren volgens de schoolvisie te werken, werd volgens hen vaak gegeven. Maar hoe zien leraren dit? Het oordeel van de leraren over de ondersteuning vanuit de school verschilt. Leraren die weinig variatie aan onderwijsactiviteiten hebben uitgevoerd, vinden dat zij niet veel ondersteuning hebben gekregen. Terwijl de leraren die veel onderwijsactiviteiten hebben uitgevoerd, vinden dat zij wel goed ondersteund zijn. Dit kan betekenen dat niet alle leraren de ondersteuning hebben gekregen die ze nodig hadden. Ook al heeft de schoolleiding veel gedaan. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Er is dus een groep leraren die meer ondersteuning nodig heeft dan nu wordt gegeven. De ondersteuning sluit niet geheel aan bij hun behoeften. En deze groep lijkt buiten het zicht te vallen van de schoolleiding en ICT-coördinatoren. Uit onderzoek uit Azië, China, bij bijna 9000 leraren blijkt dat leraren meer uitwisseling zouden willen over good practices, meer toegang tot online lesmateriaal en meer ondersteuning willen om motivatie, zelfvertrouwen, minder stress en welbevinden te bevorderen. Nu zijn dit wel resultaten van Aziatische leraren, maar wanneer we kijken naar andere resultaten van onderzoek uit Nederland, kunnen we raakvlakken zien met de Nederlandse situatie. En dan nu, wat vinden de leerlingen eigenlijk? Leerlingen zijn over het algemeen gemotiveerd om thuis te leren. Ze vinden dat zij de basis digitale vaardigheden beheersen, zoals informatie zoeken op internet of videobellen. En als we kijken naar hoeveel tijd zij aan school hebben besteed, zien we
dat veel leerlingen aangeven 1 tot 2 of 3 tot 4 uur per dag aan school te hebben gewerkt. Ook uit onderzoek van de inspectie komt naar voren dat leerlingen minder onderwijsuren maakten dan wanneer zij op school zaten. Nou, dit klinkt in eerste instantie dus heel weinig, maar daar kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen. Het kan zijn dat leerlingen thuis sneller werken of dat zij hun taken sneller af hebben als zij rustig thuis werken. Het kan ook zijn dat het onderwijs wat gegeven is, vooral is gericht op de lesstof, de pure lesstof, de inhoud. Dus de kwalificatiefunctie van het onderwijs, taal, rekenen. Maar het onderwijs heeft natuurlijk meerdere functies waar op school wel aandacht aan besteed wordt. Bijvoorbeeld de sociale en identiteitsontwikkeling van leerlingen. En de vraag is of hier bij het lesgeven in deze periode wel aandacht aan is besteed. Of dat het onderwijs vooral gericht was op de inhoud van de lesstof om achterstanden te voorkomen. Belangrijk is wel om te achterhalen wat de redenen hiervoor waren en om mogelijk achterstanden in te halen. Wat zouden de leerlingen na corona willen? Wat zouden ze willen behouden? Uit een onderzoek onder ongeveer 4000 leerlingen in het voortgezet onderwijs komt naar voren dat leerlingen na corona meer online onderwijs willen dan voor corona. Ze vonden het online onderwijs tijdens corona wel te veel. Wel gaven de leerlingen aan dat zij dan wel meer duidelijkheid willen over de structuur en de opbouw van de lessen. Waar ze informatie konden vinden, wanneer welke deadlines waren en welke regels gelden in de online lessen. En daarbij vonden zij dat leraren onderling meer moesten afstemmen. Uit de interviews die ik zelf heb gevoerd met leraren kwam naar voren dat sommigen hun lessen flexibel indeelden. Maar dat anderen hun lessen, hun fysieke lessen, kopieerden naar een online situatie. Met als gevolg dat leerlingen van 's ochtends tot 's middags achter de computer hingen, luisterend naar leraren. En dan is de vraag om meer afstemming tussen leraren logisch. Leerlingen in het basisonderwijs werd gevraagd wat zij liever thuis zouden blijven doen in plaats van op school. En 50% tot 60% van de leerlingen wilden wel zelfstandig aan hun weektaak werken of oefeningen maken op de computer. Dat vonden ze dus prettig thuis. Een stuk minder leerlingen wilden via de computer vragen stellen aan de juf of meester of met andere kinderen samenwerken. Interactie was dus minder populair. En de vraag is of dit nog steeds zo is als leraren zich meer ontwikkelen op dit gebied. Eerder hoorden we al dat over het algemeen leraren vooral aandacht hebben besteed aan lesmethodes en oefenprogramma's. Expertiseontwikkeling op dit gebied, interactie, samenwerking, lijkt daarom nuttig. En tenslotte komen we bij het perspectief van de ouders. Een derde van de ouders geeft aan dat er wekelijks of minder een gestructureerd lesprogramma door school werd aangeboden aan hun kinderen. Dat is iets wat aandacht behoeft. Leerlingen kunnen pas aan schoolwerk werken als zij weten wat van hen verwacht wordt en er een duidelijke structuur is. En daarnaast hebben de meeste ouders hun kinderen geholpen bij het schoolwerk thuis. Ik heb daar zelf ook ervaring mee. Was heel erg leuk, maar zoals je zo meteen in de resultaten zult zien, behoorlijk pittig. Ongeveer de helft van de ouders besteden hier tot 1 uur per dag aan. En een derde 1 à 2 uur per dag. Dit vond de helft van de ouders qua tijdsbesteding best zwaar. En wat moeilijk kan zijn voor ouders, is het helpen naast het eigen thuiswerken. De lesstof. Sommige ouders vinden de lesstof zelf moeilijk te begrijpen. Of ze vinden het uitleggen moeilijk. Hoe zag die hulp van ouders er dan uit? Wat deden ze? Ouders controleerden dagelijks of hun kind het schoolwerk af had. Gaven regelmatig uitleg over de leerstof. En volgden regelmatig de vorderingen van hun kind. Ook werkten ze regelmatig samen met hun kind aan oefenprogramma's voor school. Dit is dus eigenlijk al meer waarde vergeleken met de situatie waar kinderen fysiek op school zitten. Ouders die waren veel meer betrokken bij de inhoud van de lessen. Wat zijn de behoeften van de ouders? Uit onderzoek van Kennisnet, de monitor, en onderzoek in Tsjechië, bij bijna 10.000 ouders, kwamen een aantal wensen van ouders naar voren. Zoals meer structuur in het lesprogramma, focus op de belangrijkste onderwerpen, meer contact tussen leraren en leerlingen en tenslotte meer feedback op het werk van de leerlingen. Dus die formatieve evaluatie. In het onderzoek wat wij hebben gelezen worden verschillende adviezen geformuleerd, waarvan ik er nu een paar met jullie deel. Voor leraren is het advies om aandacht te besteden aan effectieve interactie en feedback, waarbij vragen worden gesteld,
en antwoorden, aanwijzingen en tips worden gegeven. En daarnaast is het advies het curriculum meer te laten aansluiten bij de behoeften van de individuele leerling. En tenslotte moeten leerlingen in staat zijn zelfstandig te kunnen werken. Zij moeten dus over deze vaardigheden beschikken, voor zover dat mogelijk is, gezien leeftijd en niveau. En waarbij de leraar hen kan ondersteunen. Voor de schoolleiding is het advies om meer samen te werken met andere scholen, voor expertiseuitwisseling en good practices. En dit sectoroverstijgend te doen. Dus het organiseren en bevorderen van interactie tussen het PO, VO en HO, in plaats van in de eigen sector te blijven. Er is veel expertise in deze verschillende sectoren die misschien niet bekend zijn. Wat is nu de conclusie en hoe moeten we nu verder? Op basis van het onderzoek wat tot nu toe is gepubliceerd, kunnen we concluderen dat er meer rekening moet worden gehouden met de diversiteit binnen een team, bij de ondersteuning en professionalisering van leraren. En daarnaast is er een wens om meer gebruik te maken van formatieve evaluatie. Ook wordt het belang van de ontwikkeling van studievaardigheden bij leerlingen, zoals het reguleren van leren en zelfstandig kunnen werken, onderkend. En tenslotte, als ouders weer een grote rol bij het geven van thuisonderwijs krijgen, is het raadzaam om hen hierbij ondersteuning te bieden. Verder is er meer onderzoek nodig. We weten gewoonweg nog niet zoveel over bepaalde onderwerpen. Een voorbeeld daarvan is hybride virtueel onderwijs, waar veel leraren tegenwoordig mee te maken krijgen. Een groepje leerlingen is fysiek aanwezig bij de leraar in de klas, terwijl één of meerdere leerlingen thuis op afstand de les volgen. Een voorbeeld van deze situatie, die bekend was voor corona, is het onderwijs aan chronisch zieke leerlingen. Deze leerlingen worden middels videobellen van huis uit verbonden met hun klas. Naar deze situatie doen wij nu al een paar jaar onderzoek. Ook is er meer onderzoek nodig naar effectieve online interactie en het betrekken van leerlingen bij de les. Er is een mooie theorie die ons daarbij kan helpen, de Community of Inquiry theorie. We weten ook niet precies welke leerling baat heeft bij online onderwijs en welke leerlingen niet. En er is helaas een groep leerlingen die tijdens corona uit het zicht is verdwenen. Hoe kunnen we hen bereiken en goed onderwijs bieden? Ook is het nuttig uit te zoeken hoe we online onderwijs in kunnen zetten voor andere functies van het onderwijs dan alleen de kwalificatiefunctie, het leren van kennis en vaardigheden. En leraren moeten steeds meer omgaan met data, waarbij ze de data moeten begrijpen, interpreteren en omzetten in instructie of onderwijs. Hoe kunnen ze dit effectief doen? Dit is maar een tipje van de ijsberg. Er is nog veel meer wat we niet weten en waar onderzoek naar gedaan moet worden. Wat ergens best fijn is voor ons onderwijsonderzoekers. De afgelopen periode heeft ons meerdere inzichten verschaft. In de nabije toekomst verwacht ik meer onderzoeksresultaten, meer ervaringen en meer nieuwe inzichten. En voor nu houd ik het tot hier en wens ik jullie veel succes met al het online onderwijs wat jullie nog gaan geven en ontwikkelen.